En we hebben de tafelgast Frederik Theobus van de Hall of Fame. Fijn dat je er bent. Jij blijft bij ons zitten en je mag je, zoals elke tafelgast, overal mee bemoeien. Behalve als wij het niet meer leuk vinden, want dan zetten we gewoon de microfoon uit. Hoe doen wij dat? En we hebben voor onze tafelgast altijd een cadeautje. Ja, en dan ga ik Olly maakt altijd een passend geschenk. Ja. Ja. En dat ga ik jou nu overhandigen, Frederik. En dan moet je even kijken wat dat is. En dan je kijkt kun je wat zeggen, het is en je kijkt en waar je het mee associeert. En even aan de camera laten zien en zeggen of je er blij mee bent of niet. Een mooie bebaarde Hall of Fame. Oh, kijk daar ben ik wel blij mee. Mooi, ja, maar er komt nog ook een rookpluim uit de schoorsteen. Ja. Ja, ik rook niet. Nee. Maar je hebt wel allerlei plannen ermee, dus die gaan we... Laten we eerst even met die grote vraag beginnen. Want ik ben het spoor ook een beetje bijster. Is de Hall of Fame nou open? Want het is helemaal op zich opgegaan en verbouwd. En alles nieuw en kicking en live. Open of dicht? Hoe zit het nou? Ja, open. Maar nog niet officieel helemaal open. Dus dat is een beetje de verwarring. Dat klinkt lekker duidelijk. Ja, precies. Mm-hmm. Ja, we hadden gehoopt 1 september helemaal open te gaan. Dus alle ruimtes die vernieuwd zijn. Maar de concertzaal die is vertraagd. Dus mm-hmm. De concertzaal is nog dicht. Zijn ze gewoon letterlijk vandaag nog aan het bouwen. En die hopen we half december te openen. En dan kijken we naar februari om het echt officieel allemaal mooi te openen. Zodat we ook een beetje warm hebben gedraaid. Mm-hmm. Maar intussen is het skatepark al open. Vanaf 2 september al. En is ook de culturele ruimte die we Hal 90 zijn genoemd. Wat mensen die bij ons kwamen wel kenden als de foyer. Ja. Die is ook open voor van alles. We hebben al 3 shows gedraaid. Dus we zijn open en nog niet helemaal. Nou, ik denk dat is mooi. Ik denk ook dat het goed is. Want de Hall of Fame, ik link dat wel heel erg aan een heel jong publiek. Ik zie mezelf daar niet op een skateboard door de tent. Oh nee, Loes. Mag wel, nou, volgens mij ben je er nog lenig genoeg anders, voor. Pas op, Willem, want anders ga ik over iets anders beginnen. Ik wilde eigenlijk dat je wel eens even vertelt voor mensen die nou niet precies weten van wat is nou de Hall of Fame, waar komt het vandaan? Ik heb een uur, toch? Ja, heb een uur. Ja, het gaat niet alleen over jou en niet alleen over de Hall of Fame. Neem ons eventjes mee terug in de geschiedenis. Want er was een tijd dat er geen Hall of Fame was in Tilburg. Mm-hmm. En wanneer is het ook weer begonnen? Ik probeer in mijn geheugen te graven. Ja, dit is net als mijn vorige antwoord van zijn jullie nou open of niet open? Is het begin van de Hall of Fame is niet te pinpointen van nou, toen werd de Hall of Fame opgericht. Maar ergens tussen 1999 en 2001 klonterde een groep van jongeren samen die dingen wilden doen. En ja, dat gewoon ging doen. Met steun en weerstand ook af en toe uit de stad. Ja. Onder andere Willemien is betrokken geweest bij... bij het kraken van het zwembad en de ringbaan. Precies, en dat was 2001. Ja. En toen kreeg de Hall of Fame groep voor het eerst een pand. En iets wat heel erg veel heeft geholpen, stiekem, is dat Maxima haar ronde deed in de landen om haar zichzelf voor te stellen. En dat die groep van jongeren die met graffiti, muziek, skateboarden, dans bezig was, werd gevraagd om in de 013 van toen een programma voor Maxima samen te stellen. En dat was eigenlijk die beweging ook weer van de gemeente om te zeggen, hey, hier heb je ruimte. Laat jezelf zien. Weet je, we vinden jullie tof. Doe je ding. En dat zorgde ervoor dat die groep ook dacht, nou, we hebben ook wat te bieden. En toen, ja, Maxima heeft laten zien wat ze kunnen, maar ook aan zichzelf. Herinner me nog dat moment dat Paul Watty, was toen een graffiti's, die heeft toen gezegd, wat ik nu maak kun je misschien in de kinderkamer voor de komende prinses hangen. Dat was Amalia. Ik weet niet of is dat iets geworden of niet? Nee, weet je niet. Misschien een vraag en dan wie weet. Maar zover gaat het dus terug. Precies, dus dat is 20 jaar geleden. En nou, zwembad was het eerste pand wat de Hall of Fame kreeg. Dat was van korte duur, omdat het ook gekraakt werd. Nou, dat was ook bedoeld als een soort van opstapje van help ons dan een pand te hebben. Toen kwam de Hasseltse kerk. Dat heeft een paar maanden, volgens mij, een klein jaar geduurd. En toen kwam de vormenfabriek vrij. Nou, de meeste oudere Tilburgers, of in ieder geval niet de nieuwste studenten bijvoorbeeld, kennen dat niet. Maar tegenover wat nu het spoorpark is, daar werden de chocoladevormen gemaakt voor allerlei dingen. Ja. En die fabriek kwam leeg te staan en de Hall of Fame verhuisde in 2002, 2003 naar die plek.
En daar hebben ze heel lang hun ding kunnen doen. En het was natuurlijk een groep die gewoon zorgde dat er allerlei mensen aanklonden en hun dingen gingen doen. Op allerlei gebied. Oefenruimtes werden zelf gebouwd, bands konden daar naartoe. Er was allerlei sociale activiteiten, een soort voedselbankconstructie met een keuken. Iedereen kon mee eten. En ja, zo bewees eigenlijk die groep die de Hall of Fame altijd was en die zichzelf de hele tijd vernieuwde. Van, we hebben gewoon meerwaarde voor de stad. Ja. Nou, en daar kwam een programma wat zich nu kenmerkt door skateboarden en muziek uit voort. Maar we hebben nog steeds oefenruimtes en we faciliteren nog steeds dans. En in 2009, 2010 ging de vormenfabriek in herontwikkelingsfase. Dus er werd gekeken van ja, hoe kunnen we dat pand als gemeente beter gebruiken. En kwam er in de spoorzone de vraag van ja, kunnen we ze daar niet naartoe verhuizen? Ja. En zijn we 10 jaar geleden hier in de spoorzone geland. En hebben we sinds vorig jaar een huurcontract. Dat duurt dan ook een tijd voordat je jezelf zo bewijst dat je uit de tijdelijkheid mag. Ja, ja. En nu hebben we dus een renovatie achter de rug. Dat betekent dat ons skatepark helemaal opnieuw is opgebouwd in een hele nieuwe ruimte. Maar eigenlijk al het andere ook. En een pand wat niet meer lekt, wat verwarmd kan worden, wat gekoeld kan worden als het nodig is. Het werd soms 50 graden in het skatepark. Nou, dat is ook verleden tijd. We waren gewoon in een pand beland wat helemaal niet bedoeld was voor wat we er deden. Nee. Wat we heel goed in gebruik hadden. Wat was het vroeger eigenlijk in de spoorzone? Ja, we gaan zo naar onze volgende krukgast, Anne. Wat was het ook weer in de spoorzone vroeger, het gebouw? Het was het gebouw waar de wagons werden hersteld. Okay, ja. Dus dit, waar we nu zitten, de lokhal, was voor de locomotieven. Hier werden locomotieven. En de andere kant van de spoorzone was waar de wagons werden verbeterd of onderhouden. En dan tussen die twee gebouwen in zaten alle onderhoudsgebouwen. Dus waar het gereedschap werd schoongemaakt en al die dingen. Dus waar Mindlabs nu komt, station 88. We gaan het dadelijk hebben over, want ik vind het eigenlijk wel interessant, die geschiedenisbeschrijving. Ja. Ik wist het ook niet. En, het is voor mij ook, Willemien, jij gaat nog wat langer mee in deze stad dan ik. Het is wel weer een bewijs van dat er ergens van onderop in deze stad een initiatief genomen wordt. Wat misschien nog niet eens een initiatief heet, maar gewoon we gaan iets doen. Ja, ik denk dat ook Maarten, onze vorige gast, daarom verliefd is geworden op Tilburg. Want het is echt een bottom-up stad. Ja. Ja. En je voelt gewoon in al die grotere panden, culturele instellingen, dat het zo is. Want er waren nog over jouw programmering. Wil ik ook wel dingen weten over de toekomst van de Hall of Fame. Wat je allemaal van plan bent. Want de meeste mensen kennen ons denk ik wel van de muziek bijvoorbeeld. Het programma in onze concertzaal. En dat is niche gebaseerd. Dus dat is van alles wat je niet vindt in een regulier poppodium, in een groot poppodium. Wij hadden 250 mensen die we konden binnenlaten en nu groeien we naar 350. Dus we kunnen wat af van de cafés die ook een concert geven. Dat vinden we juist tof dat ze dat doen. Mm-hmm. Wij gaan er iets van af. Maar van ons kan je verwachten dat we metal bij programmeren, hip-hop, dance events, maar het kan ook een gekke reggae act zijn of heel wat anders wat je niet van normaal in de stad tegenkomt. Bijvoorbeeld opera. Oeh, wat een goed idee. Opera. Wat spontaan ook. Ja. Oh, dat je daar nou aan denkt. Hoe kom je daar? In de Hall of Fame. Ja. Ja. Nou ja, ik ben de Who heeft natuurlijk wel eerste stappen gemaakt. Daar is mijn moeder nog ooit naartoe geweest. Naar de opera van de Who met een vriendin. Dat ze naar een opera ging. Welke was het? Tommy, hè? Tommy, ja. Tommy, ja. Maar het was ook natuurlijk een tv-opera. Dat is ook nog zo leuk. Het is heel multimediaal. Ja. Maar bij ons kan je straks, of eigenlijk had je dat altijd al kunnen vinden, maar gaan we nog meer inzetten op niet-westers. Want we vinden ook dat we ons aanbod moeten verbreden. Richting allerlei soorten van muziek en spektakel en cultuur die je normaal niet in Nederland tegenkomt. Daar zijn andere podia's ook mee bezig, van hoe zet je die ook meer aan zet. En dat is eigenlijk het andere spoor waar we op gaan zitten, is dat we niet-westerse gemeenschappen ook echt gaan uitnodigen om in de hal hun eigen programma te maken. Niet-westerse gemeenschappen binnen Tilburg of ruimer? Ja, nee, binnen Tilburg vooral. Ja. Nou, dan heb je nog even wat te doen. Hoeveel nationaliteiten hadden we ook weer? 130 geloof ik, hè, in de stad. Maar je kan nooit iedereen bedienen, denk ik dan. Dus je moet keuzes maken. En het doel is vooral dat we groeien in diversiteit. Ja. Dat is natuurlijk een heel mooi modewoord. Maar het begint heel praktisch. Wie lijken er op ons? Wie lijken er niet op ons? En geef ze gewoon een keer de sleutel. Ja. Weet je kan natuurlijk wel een niet-westers programma bieden. En dan komen daar alle westerse mensen op af. En dat is ook leuk. Ook leuk.
Maar je kan ook zeggen, als dat een mix zou worden. Ja, dat zou helemaal leuk zijn. Ja. Dat niet-westerse muziek ook bezocht wordt door de westerse jongeren. Ja. Ja, dus en-en gaan we doen. Ja. Ja. Dus we hebben bijvoorbeeld in januari, als ik me goed herinner, hebben we een Jemenitische Arabische popzangeres. Echt? Nou, die komt hier naar de Hall of Fame. Oh, dat is mooi. Ja. Dat is mooi. En daar kan iedereen van genieten. En wat ik dan het liefst ook zie, is dat er een Arabische gemeenschap bijvoorbeeld in het Tilburgse ook zegt, hey, wij willen de sleutel van de Hall of Fame, wij willen ook dingen doen. Ja. Nou, dan gaan we dat faciliteren. En dat hoeft helemaal niet op elkaar te lijken. Nee. En zo doe je het ook. Je zegt ook, hier heb je de sleutel en regel het maar. En, en jullie hebben de spullen. Ja. Ja. En dan, ja, mooi. Eigenlijk, we doen hetzelfde als we bij iedereen doen. Is van, ja, we hebben natuurlijk een pand, we hebben spullen en we hebben mensen. Ja. En die staan eigenlijk tot de hele stad ter beschikking. En we gaan kijken van, ja, wat willen wij aanmoedigen en wie heeft de goede ideeën? En je hoeft jezelf niet heel erg te bewijzen van tevoren. Het gaat niet over, we zorgen dat de zaal vol komt. Nee. Als het een tof programma is, als jij erachter staat zelf, dan kan je wel eens aankloppen. En al komen er 3 mensen bij wijze van. Ja. Als het een leuk experiment is, is het goed om een ruimte aan te geven. Want je weet niet wat daarna gebeurt. Ja. Wij zijn de eerste stap voor de meeste mensen. Voor de organisatoren dan. Ja. Het is belangrijk om meters te maken. En iedereen kan aan elkaar snuffelen en kennis maken. En mooi. Precies. Goed. Onze tafelgast, die houdt van improviseren. Maar die heeft ook nog een heel ideaal wat jij wil bereiken, hè, in de Hall of Fame. Ja, en tegelijkertijd grijpt het terug over het begin van de Hall of Fame. Dus het is nooit dat ideaal opeens verzonnen wordt. Maar wat ik wel merk is dat we gewoon een club zijn die heel goed is in makerschap creëren. Dus dat is een woord wat denk ik heel veel in Tilburg rondgaat. Stad van makers. Maar ook terecht, want je kan hier gewoon echt dingen doen. Mm-hmm. En drempels wegnemen om dat te doen, daar is de Hall of Fame denk ik heel goed in. En tegelijkertijd signaleer ik ook wel van ja, het wordt met name de jeugd en jongeren ook wel moeilijker gemaakt om uit de consumptierol te worden gedrukt. Ja. Hè? Dus je kan heel veel afnemen via internet, mobiel, is alles voorhanden. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar wat we willen doen, wat we willen bieden, is eigenlijk het genot en de vreugde van gewoon dingen maken. En dat is dus, dat kan ook achter de lichtknoppen zijn. Hè? Het kan geluid regelen bij een concert. Het is geweldig. Je maakt echt dingen mee dan. Vanuit de andere hoek, maar je maakt ze ook letterlijk mee. Je bent een van de belangrijke van de makers. Ja. Van de medemakers. Ja. Precies. Ja. Want jij gaat het dus eigenlijk een beetje uit het elitaire hoekje halen. Want bij makers denk je toch vaak jonge makers en kunstenaars of componisten. Die maken dingen. Maar jij wil gewoon jonge mensen die gewoon vaardig zijn in dingen ook makers gaan noemen. Maar nou ja, ik noem ze niet makers zoals zeg maar een kunstenaarsmaker of een kunstmaker. Maar de cultuur, zeg maar, samen toffe dingen doen, dat begint bij van alles. Dat begint ook met gewoon een plek runnen. Ja. En dat is ook schoonmaken. En dat doen we ook allemaal met z'n allen. Mm-hmm. En die groep samen draagt er zorg voor, maar draagt er ook aan bij dat er toffe dingen ontstaan. Een maker alleen kan niks. Nee. Dus de kunst die wij goed verstaan bij de Hall of Fame, is heel veel mensen te verbinden aan zo'n plek en allemaal een toffe taak te geven. De receptie of achter de bar. Of inderdaad een tof ontwerp maken op de muur, waardoor je opeens jouw kunst in de hal hebt hangen. Maar dat ontstaat organisch, samen bedenkend. En misschien vind je jezelf helemaal niet vaardig voordat je ontdekt dat je vaardig bent. Ja. Ja. Dus we hebben niet zo'n, ja, je hoeft op de vrijwilligersfuncties of zo, hoef je niet te solliciteren. Nee. Kom maar aanwaaien. En sommige mensen beginnen letterlijk als vrijwilliger bij ons, doordat ze hun eigen kots moeten opruimen. Ja. Dat ze de dag erna terugkomen, dat ze denken, ja, ik heb me gisteravond wel een beetje misdragen. Ja, ik kom het zelf wel opruimen. Mee, Weet je, en dan begint een balletje te rollen, waardoor ze eigenlijk in een familie terechtkomen die samen toffe dingen doet. Ja. Is dat nou een grote groep? Want kijk, ik werk natuurlijk zelf ook met jongeren. En ik vind ze inderdaad, jij noemde het woord consumentisme al. Ik vind heel veel jongeren toch wel dat ze hun bestaan ontlenen aan het bezit wat ze hebben en het geld wat ze hebben. En daar ontlenen ze hun identiteit aan. En jij maakt eigenlijk een hele andere invalshoek van je bent wat je maakt, wat je doet. Ja, ik denk dat iedereen wil dingen meemaken. En de mensen die het geld ervoor hebben, die kunnen die ervaringen kopen. Ja. Maar als je geen geld hebt of daar geen zin in hebt, dat ervaringen is ook dingen doen. Dus het is ook dingen meemaken in een ruimte samen met andere mensen. Je hoeft niet per se bij ons een ticket te kopen voordat je entry hebt tot die ruimte. Want je kan ook vrijwilliger worden, waardoor je gratis toegang hebt tot die ruimte. Ja. En het gaat mij heel erg over ervaringen geven, zodat jongeren, maar ook ouderen, Loet. Jij bent ook welkom.
dingen meemaken die ze tof vinden. Natuurlijk ligt er een heel groot stuk entertainment en dat mag geconsumeerd worden. Maar waar het om gaat stiekem, achtergrond is, je mensen die je kan vertrouwen, mensen waar je op aan kan, ja. Mensen die jou zien voor wie je bent. Ja. En dat is denk ik van een grote waarde en die kan je niet kopen. Nee. Wordt er nog een beetje geskate eigenlijk? Of is dat, hoe is het daarmee? Ja, gaat heel goed. Ja, ik moet zelf denken aan dat ik zelf ook nog steeds skate. En toch helaas ook het beton van onze nieuwe skatepark heb mogen inwijden met een beetje bloed. Okay. Dus er wordt inderdaad wordt nog steeds goed geskate. Mm-hmm. En sinds 2 september is de skateles weer begonnen. En 15 september is het park open voor iedereen. En 7 dagen in de week nog steeds. Zo. En het is niet alleen skateboarden, maar ook inlinen en ook rolschaatsen. Dus die zijn altijd welkom. Maar op donderdagavond hebben we een speciale avond voor rolschaatsers. Omdat we ook zien van, je moet een beetje wennen aan de dynamiek. Ja. En die voelen dus soms een drempel. Mm-hmm. Die is er niet. Maar we dachten van, die groep die willen we eigenlijk bewust meer binnenhalen. Zijn vaak meiden. Hoeft niet per se. Er zijn ook rolschaatsende mannen. Maar kom, laten we die extra stimuleren. We offeren een avond skateboarden op. En zeggen, die meiden die mogen lekker bij ons komen rolschaatsen. En dan ontdekken ze zelf wel van, dit gaat prima samen. En dan komen ze op de zaterdagmiddag terug. Dat is mooi. Ja, super, super, super. We hebben inmiddels wel een hele rits podia in onze stad. Hè? Gaat goed, hè? Ja. Zitten ze elkaar niet in de weg? Nee, ze hebben goed contact onderling. Dus er is een samenwerkingsverband genaamd de Cultuuralliantie. Daar zitten sowieso alle cultuurpartners die vanuit de gemeente subsidie krijgen in. En trouwens de Pont bijvoorbeeld ook, die dat niet krijgt. En wij zitten ook weer op een andere relatie. Maar daardoor stemmen wij af met een Paradox, met een 013, met een Nieuwe Vorst. En het toffe aan Tilburg is dat het klein genoeg is dat iedereen elkaar kent. Ja. Dus dan vind je elkaar wel. En een Little Devil bijvoorbeeld, die programmeert metal shows. En wij doen dat ook. Ja, en soms zit je een beetje in elkaars vaarwater. Maar Paul, die belt mij gewoon. Die zegt, jullie moeten wel echt grotere bands boeken. Want anders zitten jullie te dicht tegen ons segment. Ja, dan zeg ik geef je helemaal gelijk. Ja. Weet je, en dan dat vindt elkaar. En dan ga je juist kijken van, hoe kunnen we elkaar helpen? Ja. En dat, we zijn geen concurrenten. We willen allemaal hetzelfde. Ja, mooi. Wat fijn. Klinkt lekker, hè? Eigenlijk. Ja, klinkt heerlijk, ja. Eigenlijk is het toch wel heel fijn om hier in deze stad te zijn. Ja, ja. Het is leuk om dit programma te maken. Genoeg en, groot genoeg om klein te zijn en om groot te zijn. Ja, en dat zag je ook goed toen we dicht waren, want toen konden we dus on tour. Bij allerlei andere podia hebben wij het Hall of Fame programma neergezet. En daar zijn ook dingen van blijven plakken. Ja. Dus er zijn een nieuwe vorst die programmeert nu ook dingen die heel erg lijkt op wat je vroeger bij de hal vond. Maar dat maakt niet uit. Het is uitdelen. Nee. Het is niet van ons. Weet je, de stad zelf wil die dingen. En bij ons worden weer nieuwe dingen ontdekt. Maar ook onze lichttechnicus bijvoorbeeld, die zet daar nu soms dingen neer. Of die werkt met hun samen. Of onze vrijwilligerscoördinator, die regelt vrijwilligers voor een show van een nieuwe vorst. Het zijn hele leuke dingen. Dat is mooi. Super. Hey, we begonnen van, is het nou open en is het niet open? Komt er nou nog een soort officiële Big Bang? Ja, zeker. We hebben er al 3 gepland. Maar die konden er steeds niet doorgaan omdat de verbouwing uitliep. Dus toen waren we op een gegeven moment een beetje moe. Ik hoor allemaal geluid opeens doorheen komen. Ik denk dat het een beetje... Ja, we gaan tegen het einde aan. Februari willen we de hele stad uitnodigen. Een week lang is de bedoeling. We moeten het een beetje ergens tussen proppen. Maar dan gaan we inderdaad gewoon voor iedereen open. Kunnen we laten zien van dit is wat de Hall of Fame is geworden. Maar in de tussentijd zijn we dus gewoon open. Dus kunnen wij in februari maken wij dan een tilbus vanuit de Hall of Fame? Goed, die week. Ja, deal. Dat doen we. Deal. Opera erbij. Deal. Dit was hem in ieder geval voor deze week. We gaan nog even door. We gaan eerst even afkondigen. Podcast. Dit was hem voor deze week. En we zijn er volgende week weer. En we gaan ook nog even evalueren dadelijk. En dan halen we 3 keer adem. En dan evalueren we even wat er nou goed was in dit programma. En wat beter had gekund. Ja, dit was hem. Dit was hem. Daar komt Tilbus. Die komt. Tilbus.